Antonella Pagliaro van Amfortize. Ja. Ook een stukje rijden in... Waar gaan we naartoe? Amsterdam. Nou, zeg maar, kijk maar. Dit voelt sowieso al smoother dan een automaat. Je voelt hem niet inschakelen. Nee. En er zit echt een pit in. Dat voel je meteen al. Je durft niet eens helemaal gas te geven. Dat ga ik zo wel doen, maar... Maar even een beetje eerst wennen, voordat je de teuken erin hebt. Ah, joh, alles is voor plastic ding. Ah, oké. Okay. Dat zei je net. Ja, lekker geruisloos. Dat is ook wel lekker. Ja. Het is echt... meestal als je in de auto zit, dan vooral als je dan een lekker radio wil horen. Dan moet je de radio op 10 zetten. Ja. Voordat je hem überhaupt hoort. Maar hiermee gaat het denk ik... ja, dus het is echt lekker. En is dat voor jou? Zeker. Zoiets? Ja? Ja, absoluut. Vooral het aspect dat het milieu vriendelijk is. Ja. Want je wilt toch zeg maar, nou ja, in alle techniek waar we vandaag in leveren en brandstof wat we verbruiken, ook meedragen aan het milieu. Ja. Maar ook de smoothheid die het met zich meebrengt. Ja, voor een Nederlands zeker. Ik heb wel natuurlijk wel van als je naar het buitenland gaat, dat ik denk van ja, waar zijn mijn oplaadpunten? Ja. Zoals dat gefaciliteerd zou zijn. Ja, helemaal. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Hey, wat doet Amfortize? Nou, Amfortize is bezig op het gebied van mobiel. En eigenlijk alle dialogen op mobiel. Dus qua advertising, bouwen van database, lead generation, store traffic. Door simpel in-store activiteiten met sms te beantwoorden. En via mobiel kun je natuurlijk echt personal targeten. Het is goedkoper dan elke andere mediavorm. Dus... ja, ik, voor mij, denk ik, het medium van de toekomst. Ja, klinkt goed. Ja. Ja, en leuk is dat nog. Ja. Ja. Nou, echt super. Hè? Ja, echt leuk. Super, goed gevoel en dit is een keer wat voor het milieu. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, leuk man. Nou, zeg het voort. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, Rubbel is het, hè? Rubbel, ja. Dankjewel.